Elke week kijken we naar een fragment van een BV in het gezelschap van de man of vrouw achter die BV. En deze week is dat... Sonja Boeks, de moeder van Ilse de Meulemeester. We hebben nog echt een fantastische relatie samen, zo moeder-dochter. En wij kunnen het heel goed vinden samen. En daarom proberen we elkaar ook heel regelmatig te zien. En dan is het shoppen. Shoppen, shoppen, shoppen. Afgeshopt dat we al hebben. Ik heb voor jullie een fragmentje gekozen van woensdag. En daar is iets speciaals mee. Vanuit de lucht bekeken is Vlaanderen bijzonder klein. Haar ziel daarentegen is groot en constant actief bezig. En daarom is het misschien wel heel interessant om heel even stil te staan bij haar belangrijkste bekommernissen in het hart van Vlaanderen. Ja, dat tekstje is van mij. Woensdag belt ze mij en ze zegt... Goh, mama, ik vind geen tekstje voor Hart van Vlaanderen. En in dit boekje schrijf ik zo dingetjes op gedachten, gevoelens, poëzie. Het zijn zo van die dingetjes die ik erbij doe. En ja, ze heb ik nu toch al 3 tekstjes gemaakt voor haar dit jaar. Maar je ziet het, hè. Ze zuigt echt de camera. Maar dat hadden ze al gezegd op de screentest. Amai, Ilse, jij zuigt echt de camera. Ja, dat zegden ze. Ja, dat was het. Ik wil alleen nog ons Ilse zeggen. Ilse, de mama is zo fier op u. Ja.